Hallo, vandaag wil ik het met jullie hebben over de impulsschakelaar. De impulsschakelaar die heeft altijd zo'n knopje vooraan om uit en af te zetten. Natuurlijk is de bedoeling van de impulsschakelaar dat wij door middel van een impuls onze schakelaar gaan aan- en uitzetten. Aan de zijkant zien we steeds een aansluitschemaatje staan. Nu, we gaan er even bij nemen. Hier aan deze kant, achteraan, zit een spoeltje verwerkt. Een spoeltje en dan zit er nog een klein wieltje, een schoepenwieltje, dat elke keer als wij een puls geven, onze spoel al dan niet gaan bekrachtigen. Dus de één moment als dat schakelt, dat kleine radartje, dan gaat hij aan, krijgt hij nog eens een puls, gaat hij uit, gaat hij terug aan, uit. Elke keer als we op de drukknop duwen, gaat ofwel de impuls aan of uit gaan. Nu, waar we steeds moeten opletten, is ons voltage. We hebben twee grote soorten impulsen. We hebben impulsen van 240 volt en we hebben impulsen van 24 volt. Ook moeten we kijken of het gelijkspanning of wisselspanning is. Dus dat is iets dat we zeer goed in de oog moeten houden. Waarom? Onze spoel die hierachter zit, die is meestal maar gemaakt voor een bepaald voltage. En als ik nu bijvoorbeeld een 24 volt spoel heb en ik zet daar 230 op, dan zal die binnen de seconde verbrand zijn. En dan gaat het heel hard beginnen stinken bij u thuis. Dus het is heel belangrijk dat wij hier zeker op letten. Dit is een van 240 volt of voor 24 volt. Als ik ga kijken, staat er hier alleen maar 230 volt. Dus ik ga hem op 230 volt aansluiten. Hier staat er ook nog eens een keer extra bij geschreven, 250 volt. Nu, steeds hebben we vooraan A1 en A2. Dat is onze spoel. En onze spoel, dat is onze stuurkring. Door middel van een druk op de drukknop, die we straks gaan aansluiten, duw ik daarop en dan gaat die puls ervoor zorgen dat dit vooraan hier gaat schakelen. Aan of uit. Naar gelang de puls. En dan achteraan zit onze hoofdkring. Hier achteraan zitten eigenlijk twee schakelcontacten die sluiten of open gaan. Dat zijn deze contactjes hier, die u hier ziet. Dat zijn de contacten die gaan openen. 11 en 14 en 1 en 2 gaan wij gebruiken. Goed. Dit is nog een uitbreidingsmodule. Die kunnen wij gewoon op onze andere element hier kunnen wij daarop aansluiten. Dus als wij willen kunnen wij hier gewoon een bruggetje leggen. En dan kunnen wij door middel van gewoon spanning op te zetten, kunnen we ervoor zorgen dat dit toestelletje zal schakelen. Wij gaan alleen maar vandaag deze aansluiten en we gaan ervoor zorgen dat deze spanning krijgt. We gaan beginnen met de hoofdkring. Daarvoor heb ik nodig een zekering. Ik gebruik wederom een van 6 ampère. Nu, een stuurkring of een mag steeds met 6 ampère beveiligd worden. Veel mensen doen dat. Ik kan zeggen 16 ampère mag ook, want een blijft en is een verlichtingskring. Dus we gaan deze aansluiten. Goed, ik ga ervoor zorgen dat mijn A1 en A2 spanning krijgen, maar ik moet er ook voor zorgen dat mijn drukknop, en ik ga wederom hiervoor deze eindeloopschakelaar gebruiken, en ik ga ervoor zorgen dat er dan spanning naar mijn A1 vloeit. Ja, we gaan hem aansluiten. Daarvoor neem ik een goede schroevendraaier. We nemen onze kabel. We sluiten eerst onze lampen aan. De ook aan de rechterkant af. Dan gaan we dat ook aan deze kant doen. Even een kanttekening. Het is zeker heel belangrijk dat als wij een soepele kabel zouden gebruiken in het echt,
dat we dan er moeten voor zorgen dat de eindaderhulzen aanwezig zijn. Maar nooit gebruik ik dat. Ik gebruik altijd eigenlijk XVB-kabel hiervoor. Dan moet een neutrale draad aan. Schroefje losmaken natuurlijk. Een kast waar deze module vastgemaakt is, gaat natuurlijk het aansluiten een pak makkelijker. Goed, dus onze lampenkring is aangesloten. Nu brengen we van hier van boven aan onze van boven op onze 2, 13 en 14, 11 en 1, excuseer. Gaan wij onze spanning brengen van onze zekering. Dus eigenlijk leggen we gewoon brugjes, wat het eigenlijk heel gemakkelijk maakt voor ons om aan te sluiten. Dit is een dubbelpolige impulsschakelaar. Er bestaan ook enkelpolig, maar ik gebruik praktisch 90 en ik denk ook andere elektriciens 90% van de tijd direct de dubbelpolige. Waarom? Zo kan men altijd mooi de twee polen onderbreken. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten, want het is maar minimaal verschil. En we kunnen altijd veiliger werken op deze manier. We sluiten onze neutrale draad aan. Zo. Dus nu hebben we al voeding. Voilà. Onze neutrale gaat naar de bovenkant. En we kunnen hem eigenlijk nu manueel al eens proberen te schakelen. Even onze lamp draaien en we gaan hem eens manueel onze hoofdkring, want zo heet dat, onze hoofdkring doen schakelen. Stekker insteken. Zo, beeld. Dan steken we de sticker van onze proefopstellingen. En misschien eerst even de aardingsdraad ook aansluiten voor de veiligheid. Dan is straks geen problemen voor hem. Zo, we gaan hem insteken en we gaan al eens manueel de test doen. Dus nu zijn de lampen uit, want hij staat op 0. Ik schakel hem naar boven en de lampen gaan aan. Uit en aan. Dus nu kan ik hem manueel aan en uitzetten. Natuurlijk zou het veel handiger zijn met een stuurkring. Nu gaan we de stuurkring ook aansluiten. Daarvoor hebben we een druk-up nodig. Dan gaan we deze hier gebruiken. We trekken de sticker wederom uit. We gaan van onze L1. Dat is altijd belangrijk. Als een van 24 volt is, moeten we ervoor zorgen dat een transformator aanwezig is die onze spanning van 220 naar 24 volt brengt. We hebben nu gekozen voor een schakelaar van 230 volt, zelfs 250 volt. Dus wij gaan geen problemen ondervinden. We sluiten onze drukknop aan op de A1 en nu moeten we nog juist zorgen. Onze L1 gaat naar daar, naar de drukknop. L1 komt hier toe, gaat door de spoel en dan moeten wij nog juist zorgen dat er nu een neutrale draad op de A2 wordt aangesloten. De A2 bevindt zich hier bovenaan. Zo. En onze neuter. We moeten altijd zorgen dat we twee bruine draden hebben. Eén van de stuurkring, één van de hoofdkring en twee blauwe draden. Twee bruine, twee blauwe. Sluiten we deze ook aan. Zo. En kunnen we de test doen van de stuurkring. Je ziet, het leven van een elektricien is nooit saai.
De neuter is nu aangesloten hier onderaan en onze L1 schakelt in en uit. Zoals je al opgemerkt hebt, waarschijnlijk, staat er hier ook zo een knopje, auto en off. Als ik hem op off zet, bijvoorbeeld als ik wil schilderwerken doen in mijn huis en iemand duwt op de drukknop hier, dan zal mijn lamp blijven branden, zoals u ziet. Anderzijds is het ook, als ik bijvoorbeeld wil werken, elektriciteitswerken uitvoeren, meestal zet ik natuurlijk de zekering af, maar men kan het afzetten en op die manier kan er geen spanning tot bij mijn lamp. Want ik werk hier ook dubbelpolig aan de twee kanten en is het uitgesloten dat er ergens een verlies kan zijn. Ik hoop dat ik u iets bijgeleerd heb over de impulsschakelaar en ik ga hem terug op auto zetten zodat ik veel kan schakelen als ik wil. Het verschil ook tussen de contactor is dat als ik bij de contactor deze drukknop loslaat, dan valt hij automatisch op nul. Bij de impuls blijft mijn drukknop steeds in de richting staan waar ik op geduwd heb. Nu blijft hij afstaan, nu gaat hij aanstaan. Dat is eigenlijk in wezen het grote verschil tussen een impulsschakelaar en een drukknop contactor schakelaar. Dank u voor uw aandacht.